In De Ruwe Diamant volgen we talentvolle sporters uit Flevoland. Aan deze ruwe diamanten moet nog wel worden geslepen om uiteindelijk een topsporter te worden. Vandaag volgen we de 14-jarige judoka Jaël Schipper uit Dronten. Haar carrière kreeg dit jaar een flinke impuls toen ze meedeed aan het Nederlands kampioenschap. Op de dag zelf heb je altijd verschillende rondes. Dus eerste ronde, tweede ronde, derde ronde en dan kwartfinale, halve finale en finale. En ik had dus mijn eerste en mijn tweede en mijn derde en mijn vierde partij had ik gewonnen. Dus toen zat ik in de finale. En toen had ik mijn finale partij helaas verloren. Maar ik was wel heel trots dat ik gewoon tweede was geworden van heel Nederland. Jaël wordt bij Shogunai in Dronten getraind door Harry Martens. Hij denkt dat Jaël in de komende jaren een grote kans heeft om het NK te winnen. Ja, dat is zeker mogelijk om in de komende 3 jaar in die min 18 een Nederlands kampioen te worden. Want Jaël heeft ook nog een heel licht gewicht, min 52. En nu stond ze al aardig goed te judo op zijn meetmoment. Ja, en er komen natuurlijk waarschijnlijk nog wel wat meer goede tegenstanders bij. Maar dan nog denk ik van ja, jij bent ook aan het groeien en aan het beter worden. Ik zal me niet verbazen als jij over een paar jaar weer mag komen om de huldiging mee te maken van een nieuwe Nederlands kampioen. Ja. Sinds kort traint Jaël ook op het Nationaal Trainingscentrum in Papendal. Volgens haar moeder, die haar daar wekelijks naartoe brengt, heeft haar dochter een echte sportmentaliteit. Nee, ze is vooral vasthoudend en een doorzetter. Ze wil, als ze ergens voor gaat, dan gaat ze ook echt ervoor. En ze zal niet zomaar opgeven. En ik denk dat dat belangrijk is, wil je uiteindelijk de top bereiken. Dan zul je door moeten zetten. Want je komt tegenslagen tegen. Die zijn er meerdere geweest en die zullen er nog meerdere komen. Met de trainingsmoraal zit het bij de talentvolle judoka wel goed. De hele week staat in het teken van de judosport. Zo, jij daagt jezelf eruit. Ik ben niet haar enige trainer. Ik train haar maandag en woensdag. Maar ze gaat op donderdag naar Heerde. En als ze de kans krijgt, gaat ze op dinsdag naar Papendal. Het is een druk schema, maar ze heeft het er graag voor over. Want de judosport geeft Jaël veel voldoening. Ik vind het gewoon heel leuk dat je gewoon eigenlijk alles erin kwijt kan. Want als je even boos bent, dan kan je gewoon ja, even heel hard trainen. En dan voel je je daarna weer beter. En ik vind het gewoon een heel lekker gevoel dat als je dan iemand plat op zijn rug smijt. En dan zegt de scheid, ippon, en dan heb je gewoon gewonnen en ja, vind ik gewoon heel leuk. Dus ik wil heel graag binnenkort, als ik iets ouder nog ben, naar het buitenland voor toernooien, naar European Cups. En ik zou het heel leuk vinden om uiteindelijk ook op EK en WK en hopelijk uiteindelijk ook op de Olympische Spelen te gaan. Dat lijkt me wel heel erg cool. Ja, is dat een realistische droom, denk je? Denk je dat je, als je om je heen kijkt, dat je het in je hebt om dat ooit te gaan bereiken? Ja, ik denk dat als ik hard blijf werken, dat het dan moet lukken. Want ja, hard werken loont. Dus als je gewoon hard blijft trainen, dan moet alles mogelijk zijn, denk ik.